En daarom wil ik toch even terug naar de dag van gisteren. De wedstrijd van gisteren. Want daar hebben we nu vandaag rustig een dag over na kunnen denken. Er kwamen ook heel veel kijkers vragen. Ik had ook een beetje een lullige post over de scheidsrechter op Instagram gezet. Omdat ik het zo verschrikkelijk vond hoe die man stond te fluiten. Ik blijf weg bij scheidsrechters. Jij blijft weg bij scheidsrechters? Waarom? Vorig jaar me al druk gemaakt over scheidsrechters. Dus ik heb maar wanneer? Toen je op vakantie was? Of wanneer? Nee, ik heb het hele... Je was er toch ook tijdens het WK bedoel je? Nee, het hele seizoen maak ik me druk over scheidsrechters. Over de VAR, over noem maar. Ja, nou, dus prima. Ik blijf doen er we nu nog ja, maar blijf kunnen... nu weer weg. Dit is deze man heeft gewoon... Laten we het zeggen, hij heeft zijn wedstrijd gefloten. Hij heeft een aantal beslissingen goed genomen, maar het overgrote gedeelte van zijn beslissingen was marchanderen. Het was doorspelen, een overtreding die bijvoorbeeld aan de zijkant door Simons werd gemaakt. Die tikt duidelijk met zijn punt de bal weg, floot hij. Was Bellingham. Ik zeg niet dat het door die relatie komt. Maar er waren gewoon momenten dat je denkt, hier hoef je niet voor te fluiten. En wat ik het meest schrijnende vond, en dan zullen er veel het over de penalty hebben. Maar wij krijgen op een gegeven moment, volgens mij rond de 83e minuut, krijgen we een vrije trap aan de zijkant. Je ziet Van Dijk, eerst corrigeert hij de spelers in centraal van niet aan elkaar zitten. Nou, dus ik denk, je gaat daar goed op letten. Nou, er komt een hoge bal voor de goal. Van Dijk en Weghorst springen samen, doen niks. Achterin, in de 16, wordt Ake door Rice en door Walker in een soort wurggreep genomen. Die komt geen kant op, die valt op de grond. Nou, wij krijgen een vrije trap tegen. En Van Dijk krijgt geel wegens protesteren van wat doe ik. Nou, en dan denk ik bij mezelf, als er dan toch zo'n VAR zit... want dat hadden ze bij dat penalty moment hadden ze dat heel snel in de gaten. Maar als er een VAR zit, dan kan je toch een scheidsrechter roepen van... hey, penalty check, kom maar kijken. En wat ze er daarna mee doen, vind ik, maakt me niet uit. Weet je? Ken jij nou wel of niet iets over scheidsrechters? Ja, dat is goed gehoord. Nee, maar wat ik... Ja, kijk, over deze man wil ik gewoon zeggen... hij heeft goede en slechte beslissingen genomen. Maar de VAR, mij gaat het nu weer om de VAR. Ja. Dat die VAR, die had die scheidsrechter toch minimaal naar de zijkant kunnen roepen... en zeggen van, kijk wat jij hiervan vindt. Nou, het is een beetje gek, hè? Want ik ben er vandaag eens even ingedoken. Felix Zwaaier was dus de scheidsrechter. Als VAR hadden we Bastiaan Dankert, Christian Dingert en Marco Friets... dat zijn dan de assistenten 1 en 2. Ze zitten samen naast elkaar. Daarachter staat een supervisor. En het ging natuurlijk over van alles en nog wat. Ik heb een rondje scheidsrechters gedaan vandaag. Die Dankert is een roeper. Dus dat is iemand die heel graag roept. Ik denk dat we hem misschien het nog wel het meest kwalijk moeten nemen. Ja. Hij moet daar gewoon wegblijven, vind ik, in de situatie van de penalty. Ja. En dat is eigenlijk, ik heb het hele toernooi gekeken. Er is bijna geen VAR-ingreep geweest. En dat was eigenlijk wel prima. Dus ze hebben heel veel de verantwoordelijkheid bij de scheidsrechter gelegd. En dan in één keer in de halve finale gaan we voor zo'n situatie... waar heel veel twijfels over zijn, ga je als VAR ingrijpen. Ja. En dan moet dat je zeg je al goed. Er zijn twijfels over, dus is het niet clear en obvious... waarvoor het dan moet je instrument dus in het leven is geroepen. Ja. Je houdt altijd een grijs gebied. En dat grijs gebied werd bepaald door de scheidsrechter. Die vonden dit door de beugel kunnen... En dat grijze gebied werd de kant van de VAR opgetrokken, omdat hij vond, ja, hier moet je dus wat voor geven. Ja, voor de duidelijkheid, minstens 4 scheidsrechters gesproken, die vinden het allemaal veel te zwaar gestraft. Bal was al weg, Voet Kane zwaait zelf ook door logische wijze richting Voet Dumfries. Contact is minimaal en meer een blok dan gevaarlijk inkomen, want dat is dan de regel. In ieder geval niet fout om geen strafschop te geven, daarom moet de VAR altijd wegblijven. Maar, en dat wil ik ook bij jullie voorleggen, de scheidsrechter voor het scherm... kan dan alsnog gewoon bij zijn beslissing blijven. Ja. En dat is misschien bij een halve finale heel moeilijk. Maar er zitten daar dan 5 Duitsers in zo'n team. Die hebben met z'n allen die wedstrijd toegewezen. Ja, maar jij bent de baas. Ja, daar geloof ik niet zo in. Volgens mij is dat ook gewoon afspraak bij de UEFA. Van luister, als die VAR jou roept, dan ga jij gewoon volgen. Nou, dat is geen afspraak. Nou, ja, geen afspraak. Ja, dat zal allemaal wel. Maar je moet wel enorm sterk in je schoenen staan als de heer Zwaaier zijn om op dat moment dan te zeggen, nee, ik blijf bij mijn standpunt. Heb je maar je zag het ook een beetje, toch? Aan zijn licht, hij ging een beetje met die schoudertjes heen en weer. Hij volgens mij voelde hij echt, waarom roept deze gast mij? Ja. Waarom roept hij mij? Ja. Overigens is het wel zo, en daar kreeg ik natuurlijk 523 berichten over. Het was Hens van Sakka. Ik heb vanuit een andere hoek gekeken en volgens mij rolt hij over zijn... Nee, het was echt Hens. Nou, ik heb 524 dingen bekeken. Maar het rare het gekke is, 3 man staan te kijken en niemand appelleert op Hens. Nee, en daar gingen de scheidsrechters die allemaal op gesproken. Het kan bijna niet anders zo zijn. Het was tweeledig. Waar was dat echo-dingetje dan? Want bij die hartslag... Die van de chip. Nou, ja. Het meest logische is dat zowel... Kijk, die supervisor die achter die twee varren staat... dus de AVAR en de hoofdvar... die houdt eigenlijk in de gaten waar komt regie mee.
En het duurde heel lang, of eigenlijk hebben wij ook tijdens de wedstrijd het niet gezien, dat er een soort shot was waarbij je zag, hey, hier wordt eventueel hens gemaakt. Dus ze zijn eigenlijk gewoon waarschijnlijk voorbij gegaan aan dat moment. Want iedereen die ik vandaag daar nog over sprak, 100% hens moet je gewoon affluiten. Geen, ja, er komt een directe score. Geen pingel. Geen pingel. Nee, dat is gewoon volgens de regels dat je moet affluiten. Maar kan je anders die vijf namen nog één keer opnoemen? Zodat het nationale volk. Nou, wilde, nou ja, Bas Nijhuis mocht ik absoluut opnoemen. Nee, van de scheidsrechters bedoel ik. Ja, oh, ja, nee, ja. Daar onze pijlen even op richten. Nou ja, nee, maar goed. Dankert, Dingert en Frits. Dat klinkt natuurlijk sowieso al heel dubieus met z'n drieën. Maar die Dankert, dat is een roeper. Dat moet je van tevoren natuurlijk ook eigenlijk bespreken. Blijft nou zoveel mogelijk weg. Maar hij is kennelijk iemand die heel graag roept. Die chip moet inderdaad aangeven. Want die contact meet het meest minuscule contact. Zie je dan. En er is kennelijk gewoon aan voorbij gegaan. Maar Dumfries, in deze valt absoluut niks te verwijten. Want elke speler steekt daar zijn voet uit om de bal te blokken. Ja. Als hij hem erin schiet en hij doet niks, zeggen wij, steek je poot uit. Ja, maar het enige wat hij misschien had kunnen doen is zelf ook gaan liggen. Dat je geschopt wordt. Ja, wat op zich je wel aan Dumfries kan overlaten. Ja, nou ja, exact. Oh ja. Dat is eigenlijk onze enige zwalbekoning die we hebben in het elftal. Ja. Ja, maar ik denk dat hij er ook wel van geschrokken is. Ook gezien zijn reactie na afloop, waar hij best wel boetekleed aantrok. Waarvan ik dacht van, nou, volgens mij denkt iedereen dat het een foute beslissing is. Ja. Ja, hij zei vooral, er is inderdaad contact. Hij schrikt natuurlijk ook op zo'n moment. Hij schrok tegen de zijkant van zijn voet. Dan is misschien ook niet je reactie om te gaan liggen. Nee, maar ja, het was vooral ook de reactie van Kane, denk ik, waarom die VAR nog dacht, oeh, hij heeft wel heel erg pijn. Hij is echt heel erg geraakt. Laat ik nog maar een keer goed gaan kijken. En waarschijnlijk had je vrije trap meegekregen als Dumfries ernaast was gaan rollen. Ja. Want dan was het Kane die Dumfries schopt. Ja. Dit is natuurlijk nu het debat van de wedstrijd, van de strafschop bij een 1-0 voorsprong voor Oranje. En dat kantelt absoluut het beeld van de wedstrijd. Maar op basis van die hele eerste helft was een gelijkmaker natuurlijk meer dan verdiend. Alleen je houdt nu het kruwe gevoel over, als die penalty niet was gegeven, ja, wat dan? Ja.